punt liet tegen Sparta, was Feyenoord die tik te boven? Dat was de centrale vraag vanmiddag in Dordrecht. Feyenoord opnieuw onder regie van Johan Cruijff, hoe kan het ook anders? Hij die als geen ander zijn stempel op het spel van de stadionclub heeft gedrukt. Hier de nummer 10 van DS, Edwin Gorter, veruit de beste speler ook. En hij zal zeker niet mee moeten naar de eerste divisie, waar DS volgend seizoen moet uitkomen. Deze paas van Cruijff iets te lang. En dat was Van der Starre, de invallend doelman. Hoekstra, uit vorm de laatste weken. Zaterdagavond tegen Sparta door Ron van den Berg uit de wedstrijd gespeeld. En nu had hij Spaan als tegenstander. Bartelings haalt hier Gullit onderuit. En dus een vrije trap voor Feyenoord. Cruijff. Het hoofd van Duut. Op papier de meest verdedigende middenvelder, Henk Duut, in de praktijk een vierde spits. Bart, daar was Houtman en dit is overweg zijn tegenstander. Gorter. Samen met Troost, die een hele sterke wedstrijd speelt. Houtman. En dit is dus weer Van der Starre, de invaller voor de geblesseerde Jaap Blom. Hoekstra raakt hier geblesseerd na een ongelukkige actie samen met Bert Bartelings. Maar Hoekstra kan de wedstrijd vervolgen. Cruijff, woensdag wordt hij 37 en nog altijd is hij de beste op de Nederlandse velden. Hij was gretig vanmiddag en speelde erg gericht op het doel. Hier maakt Overweg ruzie met scheidsrechter Verhoef en dat was te begrijpen. Overweg die zegt ik lever mijn band in, zo wil ik geen aanvoerder zijn. Verhoef die duidelijk geïmponeerd was door de aanwezigheid van Feyenoord, een ploeg die voor het eerst onder zijn leiding stond. En dat was te merken. Dorje, de trainer van DS, wond zich op. Want eerder dit seizoen overkwam hem hetzelfde in de wedstrijd tegen Ajax. Toen met scheidsrechter Hoop B. Ook al een debutant in de Eredivisie. Gullit. Dit lijkt aardig wat hij hier doet. Maar hij kwam een stuk vanmiddag niet voor. Dit is Kees Spaan. De wil was er vanmiddag wel bij DS. De ploeg die dus volgend seizoen na een eenjarig verblijf opnieuw in de eerste divisie moet spelen. Want er waren toch maar 10.000 toeschouwers aan de Kromendijk. En kijk, dit was zo'n geval wat Verhoef niet goed beoordeelt. Bartelings valt ongelukkig op de bal. En Verhoef geeft een vrije trap aan Feyenoord. En uiteraard bemoeit Cruijff zich daar weer mee. En dit is een belangrijk moment in de wedstrijd. Daar is Ben Wijnstekers. Een van de Feyenoorders die als geen ander begrijpt wat Johan Cruijff bedoelt. En in de 28e minuut komen de Rotterdammers op 0-1. Een voorsprong die bevrijdend zal werken. Notten, de tegenstander van Cruijff. Twee echte voetballers tegen elkaar. Net als in de wedstrijd tegen Sparta toen Van Gaal en Cruijff elkaar bestreden. Kijk, en hier doet Verhoef er iets anders. Hier moet hij wel fluiten voor een vrije trap, want dit was een echte overtreding. En hier gebeurt het niet. Maar Cruijff zeurt niet. Lems. Bartelings. Een ongelukkige botsing met Troost. En wat doet Verhoef? Bartelings krijgt geel. Troost maakt al in gebaar duidelijk dat hij het daar niet mee eens is. En Overweg, die u eerder al in discussie met de heer Verhoef zag, deed dat vrijwel de hele wedstrijd. De tweede helft dan. Hoekstra, ploeterend dat wel, maar niet loskomend van zijn tegenstander. Wijnstekers. Hij, Van de Korput en Troost, samen met Cruijff, de Feyenoorders die een voldoende haalden. Hier wil Wijnstekers een penalty en die krijgt hij niet en die beslissing leek me correct. Het been te hoog, duidelijk voordeel voor Lems. Kijk, en daar komt Overweg opnieuw die zijn gram haalt op de scheidsrechter. Het is niet makkelijk natuurlijk om zo'n wedstrijd te leiden, maar de KNVB doet er verstandig aan dit soort wedstrijden door meer ervaren arbiters te laten fluiten. Maar van invloed op het uiteindelijke resultaat werd het niet. Cor Lems. Gorter. Echt de beste man van DS. Cruijff. Stuur Hoekstra weg. En Van der Starre. Die het bepaald niet slecht deed. Maar dit is een belangrijk moment. Hij gooit uit. En Cruijff geeft het sein om de bal te veroveren. Doet dat zelf.
Dan schiet aan de buitenkant rechts. De stand naar 0-2. We zijn in de 13e minuut van de tweede helft. Kijk nog eens naar Van der Starre, die bal nooit had mogen gooien naar Terry Lees. En Cruijff zag dat Lees in de problemen kwam. Veroverde de bal en samen met Hoekstra beslist hij min of meer de wedstrijd al. En hij is blij om zijn achtste competitiedoelpunt. En Van der Starre denkt nog eens na over wat hij fout deed. Gullit probeerde steeds individueel langs zijn tegenstander Bartelings te komen. Het lukte vrijwel nooit. Cruijff en Van der Starre. Het wordt een eentonig verhaal. Het is misschien niet leuk voor de andere Feyenoorders, met uitzondering dan van de genoemde Troost, Van de Korput en Wijnstekers. Maar het is steeds maar weer Johan Cruijff hier. Een aanval opgezet, schitterend afgerond. Zo is voetbal mooi. Op snelheid, pasen en doorlopen. En dan is voetbal ook simpel. Kijk nog even die beweging. Het is 0-3, de wedstrijd is gelopen. Een dubbele wissel bij DS. Melis en Van der Wiel erin. Notten en Van der Gijp. Dennis van der Gijp, een zoon van Cor, eruit. Bart. Chaos troef nu in het strafschopgebied voor Van der Starre. Duut. Bart. En weg kans Feyenoord. Cruijff vond het toen wel welletjes. Twee wedstrijden in 3 dagen. Hij ging eruit. Gullit ging er ook uit. Vermeulen en Carbo waren de vervangers. Houtman speelde een moeilijke wedstrijd. Wordt hier van achteren aangetikt door Lems en die krijgt geel. Vrijwel geen moment kwam hij aan de bal, Peter Houtman. Vol onbegrip, kijkend en hier wel goed aangespeeld door Duut. En dan heeft hij ook geen geluk. Een geluk wat een spits moet hebben, hij raakt de binnenkant van de paal. En dan nog eens dit. Houtman ineens. En hij geeft het min of meer zelf al aan. Kijk nog eens naar die gladlopende aanval. Vermeulen, Duut, Houtman, die beweging is goed. Ja, die bal had moeten zitten, hij zit niet. Feyenoord wint simpel en deze man, Johan Cruijff, hij is de wegwijzer in Rotterdam-Zuid. Op weg naar het kampioenschap, voor het eerst sinds 10 jaar. Wordt Feyenoord kampioen of wordt Cruijff kampioen? Natuurlijk alle twee een beetje, maar vooral dankzij Johan Cruijff.